zesjaars die helpen om een jeugdboek te lezen. De eerstejaars lezen het luid op voor. En de zesjaars die sturen dan bij naar inhoud toe. Snap je de woorden wel? Moeilijke woorden die worden dan uitgelegd. De uitspraak van woorden wordt bijgestuurd. Je had hier gezegd stilte, maar er staat een zit. Dus het is de zilte. Ja. De zilte, zeesmaak. Tijdens het lesuur ga ik van groepje naar groepje en luister ik naar hoe ze bijgestuurd worden. Enerzijds om die zesdejaars, die mentors, daarin ook te begeleiden van hoe ze moeten bijsturen, waarop ze moeten letten. Want het is ook niet altijd makkelijk om kritiek te geven. Ze durven niet altijd, maar ze mogen echt wel op een goede, constructieve manier. Als je leest, dan gaat het als een trein. En dan moet je soms naar je adem happen. En dan ga je verder. Maar je moet de leestekens veel meer gebruiken om adem te halen. De eerstejaars die een beetje onwennig zijn en ook wat beter op het gemak laten voelen. Dus dat is eigenlijk mijn bedoeling in dit lesuur. Van ervoor te zorgen dat die één op één zo goed mogelijk verloopt en zo constructief mogelijk verloopt. Het is een winsituatie voor de eerstejaars omdat ze heel sterk begeleid worden door die één op één, 50 minuten lang, dat ze bijgestuurd worden bij fouten. Wat je in een klas niet zou hebben, dan zit je in een klas met 20 leerlingen. Wiskundig gezien zou je dan misschien 2 minuten en een half aandacht krijgen. Nu is het echt 50 minuten van een zesdejaar. En die niet voor hen staat, maar naast hen zit. En die weet hoe het zit, want het zijn leerlingen die hetzelfde hebben moeten meemaken. Gelukkig is... Nu hij terug is waar hij hoort. Als zesdejaar vind ik het eigenlijk ook heel mooi, omdat je al een beetje dicht bij je werkveld staat. Je voelt aan hoe je mensen kan beter maken, hoe jij een leerproces kan bijsturen in plaats van dat jouw leerproces wordt bijgestuurd. Dus ook voor de zesde is dat eigenlijk een overstijgende ervaring, vind ik. En ik vraag ook tussentijds van wat zijn de werkpuntjes van die leerlingen, waar kunnen ze eigenlijk nog in groeien en hoe kunnen wij daar eigenlijk extra in ondersteunen. Als leerkracht is het ook mooi omdat je eigenlijk input krijgt van 24 leerlingen en nu kan je door een soort van piramidesysteem die leerlingen veel beter in de gaten houden. Wat je als leerkracht veel minder in de hand hebt soms, omdat je de hele klas onder controle moet houden. We moeten niet kijken naar de prentjes, hè. Als je de achterflap... Voilà. Vaak zijn het leerlingen die meer moeten lezen, die weinig in contact komen met boeken. Of leerlingen die uit een anderstalige achtergrond komen en daardoor met heel veel nieuwe woorden in contact komen. Voor iedereen is dat niveau anders. Alleen als je heel vaak leest, je hebt een adem, is dat goed. Maar als jij nog nooit of heel weinig met een taal in contact ben gekomen en je scoort daar een C op, dan is dat misschien nog beter dan die A. Dat proces staat echt wel centraal. Ja, je ziet dan in veel leerlingen die groeien. Ik heb het vorige week nog een keer bekeken. Ik denk dat er 2 leerlingen wat bleven hangen. Eentje had zelf minder gescoord, dat kan een mindere dag zijn. Maar alle andere leerlingen, dus 21 anderen, die scoren opmerkelijk beter. En ja, dan weet je dat je met iets bezig bent dat van tel is.